Oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins. Can't relax. Original. I am not the same as these cats. Ja, Techniekhuis Twente achter mij. De, in Hengelo, de hoofdstad misschien wel van schilderen in Nederland. Want Anne Eertman, die traint hier voor het EK schilderen in Gdansk in september. En nou ja, daar komt veel bij kijken en ze gaat ons laten zien wat er allemaal bij komt kijken en hoe ze zich voorbereidt. Dus kijk mee. Nou Anne, dat zijn drukke weken, nog niet? Ja, klopt. Ja. Je gaat naar Gdansk, Europese kampioenschap schilderen. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. En ja, ik ben nu druk aan het trainen om de 2 weken, zeg maar 2 weken lang. En ja, het gaat elke keer eigenlijk beter. Want je wisselt het af bij je bedrijf, Wissink, in Albergen. Klopt. En trainen hier ook. Ja, dus ik ben nu 2 weken bij mijn leerbedrijf. En ik heb er net 2 weken op zitten hier. En dit is ook 1 opdracht die ik, waar ik mee bezig ben geweest. Ja. En zo wisselen we het af. En wat oefen je dan zoal eigenlijk? Waar bestaat de training uit? Nou, normaal schilderwerk. Van het kozijn, plinten en de deur. Het behangwerk. Het behang moet door de hoek heen. 22 centimeter hoe het er nu uitziet. Dus daar ben ik op aan het trainen. Ik ben aan het trainen met de tekenopdracht. Mijn eigen decoratieve opdracht. En de black box. En zo wissel ik dat af. En de black box, dat is? Nou ja, dat is een verrassingsopdracht. Met allemaal meetpunten. En je krijgt die te plekken op de wedstrijd. Iedereen krijgt hetzelfde. En iedereen krijgt ook hetzelfde plakband. En dan heb je 1 uur de tijd om daarmee bezig te gaan en die af te ronden. Je moet ook nog kleuren mengen. En nou ja, ik ben aan het oefenen met oude black box opdrachten. Want ik kan nog niet op de specifieke, ja, daar kan ik niet op oefenen. Als het ware oude examens oefenen, wat je het middelbare school ook doet. Ja, zodat ik daar snelheid in krijg en inzicht van ja, hoe kan ik dat zo snel mogelijk doen. En achter jou is dus de tekenopdracht. Ja, En wat kun je daar, wat is dat precies? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, iedereen krijgt dezelfde opdracht. En in totaal, ja, zitten er best wel wat kleuren in, zeg maar. Je hoeft hier niks te mengen. Je krijgt hier alles gewoon aangereikt. En nou ja, er zitten een paar rondingen in. En voornamelijk heel veel strakke lijnen. Hier loopt een schuine lijn. Dit is een sticker hieronder. En dit is een schabloon. Mm-hmm. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. En hier mag je geen plakband gebruiken, dus dit moet je echt uit de hand schilderen. En je kan gebruik maken van een palettenstok of een besnijliniaal. Mm-hmm. Dat is maar net wat voor, ja, in dit geval mij het prettigst werkt. Dus daar ben ik aan het oefenen van wat werkt voor mij goed. Waar kan ik snelheid in behalen en hoe krijg ik de dekking zo snel mogelijk het mooist voor elkaar. Ben je nou heel zenuwachtig? Nee. Nog niet. Het wordt wel steeds meer en ik heb wel vertrouwen en naarmate ik meer oefen krijg ik ook gewoon steeds meer vertrouwen. Maar ja, natuurlijk ook wel zenuwen, want de wedstrijd komt dichterbij, maar ja, het gaat wel goed. En hoe reageert jouw omgeving erop dat je dit gaat doen? Nou, iedereen vindt het heel erg leuk en iedereen steunt mij ook heel erg. Dus zowel werk als familie, als mijn vriend, als vriendinnen. Iedereen heeft heel veel begrip voor en die begrijpt ook, zeg maar, dat ik ja, toch wel druk ben en soms iets minder tijd voor ze heb. En je moet ook als een soort van topsporter leven, geloof ik, hè, bijna? Mm-hmm. Ja, ze raden wel aan om echt fit te zijn, omdat je fit bent, zeg maar. Dus, nou ja, sporten, gezond eten. Nou ja, ik ben al gestopt met roken in januari. Oh, toen al, ja. En, nou ja, niet zoveel drinken, maar goed. Ja, gewoon dat je in ieder geval fit die wedstrijd in gaat. En voor iedereen is dat natuurlijk heel verschillend, maar... Mm-hmm. En je zit bij Team NL, dat zijn alle deelnemers van andere vakken ook die naar Polen gaan. Ja, klopt. Hoe werkt dat? Kom je samen met hun en hoe gaat het eraan toe dan? Nee, we zijn met 22 man. Nou ja, en de ene is kapper en de andere die is bloemist en noem ze maar op. Dus we zijn allemaal heel erg verschillend. En we hebben meerdere Team NL dagen gehad, zodat we echt een band krijgen met elkaar. Mm-hmm. Want we zijn straks in Polen, zijn we een week met elkaar. Ja, buiten de wedstrijden om slapen we gewoon in hetzelfde hotel, eten we met elkaar. Dus het is wel heel fijn dat je goed met elkaar kan, dat je elkaar een beetje kent. Nu weet ik toevallig dat je ook de Wim Hof methode hebt geoefend. Ja, klopt. Dus je moest in een ijsbad zitten. Ja. En waarom was dat dan eigenlijk? Nou ja, dat je door middel van je ademhaling ja, goed kan presteren onder druk en stress. En nou ja, bijvoorbeeld in zo'n ijsbad krijg je een beetje een soort van shock. En dan kun je
Door middel van je ademhaling kun je dus heel rustig worden. Hè? En stel je voor, straks bij de wedstrijd komt er een moment dat je denkt, oh, ik raak in paniek. Is dat bijvoorbeeld een methode om te doen om weer rustig te worden? Maar het is echt gewoon wel heel serieus dus. Mm-hmm. Ja. Dus niet even van naar Polen en we zien wel waar schip kan. Nee. Ja. Nee, ze pakken het allemaal wel heel serieus aan. En ik ben blij dat die Team NL-dagen zijn geweest. Want ja, het is gewoon fijn dat je met één groep daarheen gaat. En ik denk dat dat heel erg helpt. Heb je een bepaald doel waarmee je naar Polen gaat? Ja, ik wil gewoon het beste eruit halen wat erin zit. En ik wil voor die medaille gaan, de best of excellence. Mm-hmm. Ja, ik wil gewoon mijn best doen en knallen. Waarom is zij een goede kandidaat? Omdat zij heel nauwkeurig te werk kan gaan. Ze is heel gemotiveerd. Dus ze probeert altijd het beste uit haarzelf te halen. Ja, en heeft ze nog speciale, ja, iets speciaals wat anderen niet hebben, zeg maar? Creativiteit wat ze heeft, wat ze inbrengt, is mooi. De nauwkeurigheid waarmee ze te werk gaat. En ja, de motivatie om het iedere keer opnieuw weer te gaan willen verbeteren. Dat is op zich wel heel erg goed, denk ik. Ja, die Medal of Excellence is het doel. Wat houdt dat precies in als je dat hebt? Medal of Excellence is een medaille die je kunt behalen voor het excellente vakmanschap. Daar moet je een bepaald aantal punten voor hebben. En dat zou een heel mooi streven en een heel mooi doel zijn om dat te gaan behalen. Ja, want van de concurrenten uit Duitsland wordt wel heel moeilijk, denk ik. Hè? Die trainen wel heel veel. Die trainen inderdaad wel heel veel. Maar goed, Anna doet goed haar best. En ze maakt net zoveel kans als de cultulega, zo noem je dat. Ja. Ja, je hebt het eerder gedaan met Rick Rekers in Göteborg. Ja. Hoe bereid je nou specifiek op zo'n internationaal toernooi voor? Wat komt daarbij kijken? Zoveel mogelijk oefenen, zoveel mogelijk trainen. Trainen op snelheid, trainen op de meetpunten, nauwkeurigheid. Ja, al met al is het heel veel oefenen, heel veel trainingsuren draaien. Het is heel veel repeteerwerk, dus zorg dat het eigenlijk blindelings kan. Ja, de Polen, dat wordt een intensief iets, toch? Ja. Vroeg opstaan en zo? Ja, nou goed, dat is dan wel redelijk normaal. Ik sta altijd rond 5:45 op, dus... maar het wordt wel intensief, want je bent 3 dagen en ben je niet gewoon normaal aan het werk, maar zit je echt in een soort van superfocus en ben je echt gewoon knetterhard aan het werk. Dus ja, het wordt wel intensief. Go hard, go hard.